naam is Ingrid Flips. Ik ben accountmanager bij Den Haag Werkt en ik werk voor het project STIP. Project STIP is een project wat gericht is op mensen die langere tijd in de bijstand zitten, dus afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mijn ervaring met ToTestIt is dat ik als accountmanager contact heb met Paul van der Plassen, de directeur van ToTestIt. Ik heb daar een aantal mensen geplaatst. Mijn naam is Rick Schoonwille. Ik ben officieel ICT-specialist voor ToTestIT. Oorspronkelijk ben ik hier binnengekomen omdat ik ben autist. Voor mij is het natuurlijk de normaalste zaak, want ik ben niet anders gewend. Voor mij is het grootste struikelblok zijn social cues. Dus ik kan bijvoorbeeld over een onderwerp een hele dag door blijven ratelen, terwijl die andere persoon na een kwartier is afgehaakt. ToTestIT, dat was eigenlijk een voor ons een nog onbekende partij. Een relatief kleine partij ook, die zich vooral ook richtte op wat vergeten doelgroepen in mijn beleving. We kennen allemaal mensen die in de WW-uitkering zitten en redelijk dicht bij de arbeidsmarkt. Nou, en is een groep die goed inzichtelijk is, ook bij de gemeente zelf. En wat mij aansprak bij ToTestIT is dat ze ook richten op bijvoorbeeld schoolverlaters. En mensen die een wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En waar we ook niet de verwachting direct hoeven te hebben dat ze snel wordt op 40 uur per week zouden gaan zitten. Ik ben Jannik Kolen, junior developer / tester bij ToTestIT. De reden waarom ik voor ToTestIT werk is, qua omgeving voel ik me wel veilig. Ik zijn zeer fijne collega's. Daarnaast leer ik elke dag ook weer een dingetje bij en dat is ook wel een ding waar ik altijd wel plezier mee heb, gezien ik zelf zeer leergierig ben. Je ziet nu dat mensen, doordat ze weer geactiveerd worden, dingen kunnen leren op de werkvloer. Scholing wordt ook aangeboden, dat mensen opleven. Mijn baas die ondersteunt me eigenlijk bij alles wat ik nodig heb. Dus ook als ik vragen heb of als ik juist even te ver ga, dan laat hij me dat weten. En ook als we bijvoorbeeld een bespreking hebben, dan krijg ik achteraf ook altijd feedback terug van, volgende keer kun je dit beter zo formuleren of dit stuk niet zeggen, dat stuk juist benadrukken. We moesten een handleiding gaan maken voor een applicatie Centric Leefomgeving. Het is een unit waarbij wij een applicatie ontwikkelen voor vergunningen, toezicht en handhaving. En die leveren wij aan gemeenten en omgevingsdiensten. Voor Centric heb ik een wiki gerealiseerd voor de leefomgeving portaal eigenlijk. De wiki zelf is ondersteunende documentatie voor het portaal. Dus als een gebruiker vragen heeft over hoe doe ik dit binnen de applicatie, dan kunnen ze aan de hand van de wiki eigenlijk stap voor stap volgen welke stappen er nodig zijn om bij het gewenste resultaat te komen. Nou, die wiki die staat nu inmiddels. Dus inmiddels zijn we aan het kijken of er ander werk is wat we gewoon kunnen uitbesteden aan de partij als ToTestIT. Voor onze kandidaten zou het een mooie uitdaging weer zijn. Het is een grote organisatie. En voor onze kandidaten zou het mooi zijn wanneer ze ook op dat vlak zich verder kunnen ontwikkelen. En dat is dus iets wat de baanafspraak wel mogelijk maakt. Door gewoon inzichtelijk te maken wie zijn er al die mensen die op dit moment een uitkering hebben. En wat kunnen die mensen nou eigenlijk? En door de voortgang ook te meten kunnen we ook zien van joh, als werkgevers in Nederland zijn we ook hier echt gewoon concreet mee bezig. En wordt er jaar op jaar wordt ook de doelstelling van de baanafspraak door werkgevers gehaald. Diep van binnen ben ik altijd wel ergens een creatief persoon. En door zoiets te kunnen doen zit ik ergens altijd wel een beetje in mijn element. Dus ja, zeker zowel hier als bij eventuele vervolgende banen zal ik daar profijt van hebben.